Een van de mooiste plekjes in de Gentse binnenstad is de Lieve. Dit kanaal begint aan het Gravensteen en verlaat het Gentse grondgebied ter hoogte van het kanaal Gent-Brugge. De Lieve was vroeger een belangrijk kanaal voor Gent, maar ze verloor haar functie, raakte in verval en bij gevolg vervuild. De stad Gent startte enkele jaren geleden een project voor de sanering en opwaardering van de Lieve. En gezien dat we verkozen om een integraal waterbeheerproject te doen, moet je dus met stappen werken. Dus eerst moet je voorkomen dat er nog vervuild water in de waterloop terechtkomt. Dat is momenteel volledig opgelost. Dan zit je natuurlijk met het vervuilde slip. Dit hebben we voor een groot deel reeds gesaneerd. Pas als het vervuild slip weggehaald is, dan kunnen we de oevers aanpakken. In 2006 begon de Groendienst de slip te ruimen. De ruimingswerken gebeurden in opdracht van de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. Van de Brugse Vaart tot aan het Wondelgemstation is dat al gebeurd. Vanaf eind 2009 zal de Groendienst het slip ruimen van de Nieuwe Vaart tot aan de grenzen van het bedrijfsterrein UCO. Bij de geruimde zones begint de Groendienst met de inrichting van de oevers, de natuurstapstenen, zoals hier in de Watersnepstraat. U ziet hier dat er een moeraszone is gecreëerd, in feite die connecteert met de Lieve zelf. Dit is een uitbreiding van het wateroppervlakte en is natuurlijk zeer gunstig voor het milieu en voor de natuur. Voordien was dit stukje Lieve geen mooi zicht. De bewoners hadden vooral veel last van de geur en het werd gebruikt als stortplaats. Dankzij de ruimingswerken is de waterkwaliteit verbeterd. De stank is verdwenen en je vindt er nieuwe planten en dieren. In het water zwemmen opnieuw visjes en er is ook een ijsvogel gesignaleerd. Dat is heel veel verbeterd voor ons, hè. Betreffende de geur en alles. En precies minder ratten ook, maar vroeger hadden we wel ongedierte, hè. Maar dat is nu allemaal veel verbeterd. Dat veel verbroerd is buiten daarvoor. Dat is al sinds dat veel verbeterd en al. En de huur is ook al beter. Ook stapsteen 1, het FNO-park, is tijdelijk aangelegd. Naast de brandweerkazerne ligt een moeraszone. Die vangt het overtollige water op. Een soort van bron voor de Lieve. Het FNO-park zal in de toekomst nog veranderen. De Lieve loopt in feite niet doorheen het parkje, maar langs het parkje. Dat is een eindje verderop. Het is dus zo dat we een verbinding gecreëerd hebben tussen het moeras die hier aanwezig is, onder de uitdrukweg van de brandweer, naar de Lieve. Dus in feite, de Lieve loopt hier niet echt, maar je kunt het in feite een beetje voorstellen als een soort van brongebiedje van de Lieve. Er komen nog twee stapstenen aan de Pakketbootstraat en de buffer R4. Bedoeling is een groen-blauw lint te creëren naar het centrum, om zo de natuur naar het centrum van Gent te brengen. Wil je meer info over de heraanleg van de Lieve? Bel dan naar de Groendienst op het nummer 09-225-68-59. We hebben nog de agenda. Zaterdag opent Muziekcentrum De Bijloken het nieuwe seizoen met het gratis Bijloken Festival. Maak kennis met feestelijke jazz, sfeervolle barok, uitzinnige fanfares, grandioos klassiek en veel meer. Het Gentse stadsbestuur is volop bezig met de wijkdebatten. Gesprekken tussen het college van burgemeester en schepenen en de inwoners van de wijken en deelgemeenten. Donderdag 10 september is het de beurt aan de wijk Muiden-Meulensteden. En op zaterdag 12 september kan je naar Sportief Gent, een evenement van de sportdienst. Je kan zowel kijken als actief deelnemen. Wil je deze uitzending herbekijken? Surf dan naar gent.be. En heb je vragen? Bel naar Gent Info op 09210 10 10. Tot volgende week.